Hi, welkom op mijn kanaal. Ik ben Shelley en vandaag ga ik jullie vertellen hoe ik 20 kilo ben afgevallen dit afgelopen jaar. Graag wil ik in deze video vertellen wat mij heeft geholpen om af te vallen en wat misschien jullie ook kan helpen. Want ik zag er namelijk eerst zo uit en nu zie ik er zo uit. Dit zal een tweedelige serie ongeveer zijn, want in deze video leg ik dus uit hoe je kan afvallen, dingen die ik heb gedaan en hoe ik dik ben geworden. En in de tweede video ga ik uitleggen om dat hardnekkige vet weg te krijgen, buikvet, door middel van intermittent fasting en het gebruik van apple cider vinegar, iets wat erg bekend is in Amerika. Ondanks dat de video zo lang is, hoop ik toch dat jullie deze video willen afkijken, want ik heb ongeveer een week erover gedaan om de tekst te schrijven voor deze video en de volgende video, omdat ik jullie geen misinformatie wil geven en gewoon zeker weet dat ik niks vergeet, want ik vergeet nogal wat. Dus ik heb hier ook mijn blaadjes liggen, dus dan weten jullie als ik soms naar beneden kijk, is het daarom. Nou, als allerbelangrijkste, hoe ben ik dik geworden? Ik ben altijd al groot geweest, meestal 1 of 2 koppen groter als de meeste mensen uit mijn klas op de basisschool. Ik zal het even laten zien. Ondanks dat was ik wel altijd gewoon een blij kind, ben nooit gepest, dus dat is wel echt top. En ik heb nooit echt doorgehad dat ik zo groot was tot de laatste jaren eigenlijk. Eigenlijk had ik altijd al heel veel snacks. Naar school gingen we altijd voetballen. En dan ja, gingen we eerst langs de supermarkt om heel veel snoepjes te kopen, chips en drinken. En daar is niks mis mee als je ook gewoon veel gaat voetballen. Maar ik deed wat voetballen, at meeste dingen op. Ook op de basisschool ga je natuurlijk bij vriendjes en vriendinnetjes eten en drinken thuis. En ik ben de laatste jaren er eigenlijk achter gekomen dat ik waarschijnlijk dik ben geworden omdat ik gewoon altijd 5 broodjes at. En dan met zo'n laag chocopasta. En dat veel brood eten deed ik echt al sinds dat ik 5, nou ik denk vanaf dat ik 6, 7 was ongeveer. En dat heeft aangehouden eigenlijk mijn hele jeugd. Op de basisschool had je ook dat je jaarlijks moest gaan wegen. Nou, daar keek ik tegenop. Ik weet nog in groep 8, ik was toen 1,63, dat was al pittig lang. En ik woog toen al iets van 68 kilo of zo. Dat klinkt voor mij nu, ja, ik weet niet, ver lang geleden. Wat ik niet zou halen, 68, dat wil ik ook niet. Want uit mezelf heb ik echt al hele brede heupen. Dus voor mijn postuur vind ik dat ook niet mooi. Dus daar zou ik ook niet naar gaan. Daarna, 1,5 jaar later ongeveer, toen ik 12, 13 was. Toen was ik al gewoon weer 15 centimeter gegroeid en was ik 1,75. Dat is wat ik nu nog steeds ben. Alleen op die leeftijd is het heel gunstig, want dan ga je de lucht in en je gewicht wordt een beetje verdeeld. Nou, dat gebeurde gedeeltelijk. Want ik was 1,75 meter en volgens mij 78 kilo of zo. Dat is het lichtste wat ik me nog kan herinneren dat ik ooit ben geweest. En dat was op mijn 14e, 15e. Nu weeg ik, by the way, 79,5, zoiets. Ik ben nog steeds niet op mijn streefgewicht. Ik wil denk ik tussen de 70, nou ik denk tussen de 72, 75 zitten. Wel deed ik sinds mijn 4e al aan korfbal. Ik was ook altijd wel goed in sport, deed altijd gewoon mee. Ik had nooit zeg maar het last van dat ik zwaarder was. En mijn heupen kwamen wel goed van pas, want ik kon altijd iedereen wegbeuken. Dark side of the story. Rond mijn 12e, 13e, 14e of zo. Ik denk, ja, toen ik het eerst zat was ik 12. Ja, rond die leeftijd, eerste, tweede, begon ik heel erg met drinken en roken. En dan, ja, dan komt het gewicht er ook gauw snel bij. Ik rook nu niet meer en ik drink eigenlijk ook al niet meer. Sinds oud en nieuw heb ik niet meer gedronken, dus dat is bijna 1,5 jaar geleden. En dat komt niet dat ik er niet tegen kan. Maar het is meer omdat ik zoveel heb gedronken dat ik echt ben van, nee bedankt, ik heb genoeg gehad. Ik geniet van de andere dingen in het leven. Ook op een moment ging het nog meer downhill, begon ik te experimenteren met verschillende drugs. Niet doen, dat is niet goed voor je. Daardoor werd ik wel opeens heel slank. Maar dat is echt, ja, dat is echt gevaarlijk. En dat moet je dus niet doen, want de tijd daarna kwam het gewicht er even hard weer aan hoor. Dus don't do that. Rond mijn 15e, 16e, 17e ben ik begonnen met blowen. Dat was gewoon, ja, wat ik deed. Alleen daarna word je moe, krijg je vreetkikken, ga je eten, ga je alleen maar slapen. Slapen is niet ongezond, slapen is gewoon goed voor je. Maar niet wanneer je niet actief bent en eigenlijk altijd een middagdip hebt. Raad ik ook niet aan. En doordat ik ja, dat deed, was ik veel buiten aan het hangen en
ja, zorgde ik eigenlijk niet echt voor mezelf. Het was meer gewoon gezelligheid, vrienden en buiten chillen. Voor de rest probeer ik eigenlijk al mijn hele leven af te vallen. Met behulp van familie. Soms ging er wat af, soms kwam er het even hard weer bij. Wat ook niet heeft geholpen is dat ik zo iemand ben van, oh ja, je ouders zeggen dat je moet afvallen. Dan ben ik zo van, oké, dan doe ik het dus niet. En dat was dus heel dom. Maar niet per se heel dom. Het is gewoon jammer, want nu moet ik het er nog steeds afsporten. En als ik eerder was begonnen, was het er misschien al af geweest. Maar de reden dat ik me besefte dat ik dit jaar echt moest gaan afvallen, was omdat ik meeging met mijn broer met sprinten. Ik vind sporten, rennen en dat soort dingen super leuk. Sprint al helemaal, want sinds ik jong ben kan ik al echt heel hard rennen. Alleen dat is dus downhill gegaan toen ik zwaarder was geworden. Maar van de week kwam ik dus ook achter, wat zei mijn broer in ieder geval tegen mij van, wat zit jouw schenen hoog? En ik zei van, schenen hoog? Ondanks dat hij toch 10 centimeter langer is dan ik, zitten mijn heupen en mijn knieën en mijn schenen veel hoger dan die van hem. Want mijn, laten we zeggen, mijn lichaam is 2/3 benen en 1/3 bovenlichaam. Dus ik heb erg krachtige benen om te gaan sprinten en dat zou ik ook graag willen doen. Alleen toen ik mee was gaan, ging het helemaal top, goed. Alleen letterlijk dezelfde avond nog raakte mijn lichaam gewoon in shock. Ik kreeg het super koud. Ik kreeg opeens braakneigingen. De week erna, letterlijk de week erna, had ik overal spierpijn. Maar ook overal waar ik dacht van, zo, ik wist niet eens dat ik daar plek had waar spieren konden zitten. Maar dat zat er dus wel. Maar het allerbelangrijkste is gewoon waarom ik hiermee was begonnen. Is omdat ik het echt gewoon zat ben om mijn hele leven te proberen af te vallen. Want ja, ik wil ook gewoon kunnen genieten van het leven. En als ik naar de winkel ga, dat ik denk, oh, dat is een leuke broek. En dan niet denk van, oh, dat is een leuke broek, daar past 1 been niet eens in, laat staan een 2e. Stop dat dat nu wel kan. Niet dat ik überhaupt winkel, want ik bestel altijd alles. Maar het is mogelijk. Ook maakte ik een deal met mezelf dat elk jaar daarop, op mijn verjaardag, dat ik afgevallen zou zijn of slank zijn. Dat gebeurde jammer genoeg nooit. En dat was best wel demotiverend. Maar dit jaar was ik van, ik ben er nu echt klaar mee. Ik ben ook gestopt met school, doe wel een thuisstudie en ik heb een ander project aangeleerd. Dat is wat ik nu thuis doe, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik alle tijd van de wereld heb om uit te zoeken wat ik moet eten, te bedenken wat ik wil eten. Hoe ben ik nou echt afgevallen? Simpel gezegd, minder calorieën eten, gezonder eten, bewegen, geloven in wat je doet en dat het werkt en dat je echt wil afvallen. Want ik woog ook rustig gewoon eerst 100 kilo. En dat is iets wat mij wel schokte, want ik weet nog dat ik een hoogslaper kreeg van mijn ouders. En er stond op tot 80 kilo. En toen zei ik nog grappig lachen tegen mijn vader. Haha, ik word toch nooit 80 kilo. Nou, dus mooi wel. En er nog 20 kilo bij. Maar door dit heb ik wel op 20 mei 2019 mijn eerste afspraak gehad bij diëtisten. Mijn moeder had me geholpen om die te zoeken, want ik had geen idee waar ik moest gaan kijken. Daar woog ik op mijn eerste afspraak 99,2 kilo. Dus ik was al iets afgevallen, maar niet veel. Ik dacht dat ik ook wist wat ik moest eten, maar dat wist ik dus eigenlijk totaal niet. Door de hulp van mijn diëtiste kreeg ik een eetschema waarbij ik ongeveer 1500 calorieën per dag had. Dat hoefde ik niet bij te houden. Dus het kan zijn dat ik soms iets meer en soms iets minder heb gegeten. Ook kreeg ik informatie over wat ik wel niet mocht eten en in welke porties. Het belangrijkste wat ik nog nooit had gehoord was dat wanneer je obesitas hebt of zwaar overgewicht, dat jouw afleesklier veel harder moet werken om eenzelfde hoeveelheid suiker te verwerken als een persoon op gezond gewicht. Daarom mocht ik ook maar halve porties fruit eten, veel minder koolhydraten. Maar nu eet ik wel gewoon mijn bak fruit, omdat mijn lichaam dat gewoon nu kan verwerken. Ik zal even simpel uitleggen wat de afleesklier eigenlijk doet en waarom je niet te veel toegevoegde suikers moet eten wanneer je overgewicht hebt. Suiker geeft je snelle energie. Dat is niet erg wanneer je meteen gaat sporten of iets in die richting. Die suikerboost die je krijgt zorgt ervoor dat de glucosegehalte in je bloed stijgt, waardoor er meer insuline wordt aangemaakt. Insuline is nodig om de glucose naar de cellen te brengen om energie af te geven. Door dit daalt je bloedsuikerspiegel dus weer. Alleen wanneer je afweesklier te veel insuline aanmaakt en het lichaam in opslagmodus gaat in plaats van verbrandmodus, wordt er veel meer vet opgeslagen. Alcohol, koffie, zetmeel en stress zorgen ook voor een insulinespike, dus let erop dat je dat minimaal houdt. Door een chronisch laag insulinegehalte te hebben, zul je ook naarmate de tijd meer afvallen. Tijdens dat ik ook het schema volgde van de diëtisten, heb ik ook momenten gehad dat ik alles tot op de puntjes volgde en sommige momenten ook dat ik
het gewoon niet volgde. En dan kwam ik eraan, dan viel ik weer af. Ook bewoog ik in het begin heel veel. Ik ging dan echt een paar dagen achter elkaar naar de sportschool. En daarna deed ik gewoon voor een paar maanden weer helemaal niks. Op een gegeven moment ben ik begonnen met hardlopen. Dat deed ik dan 3 keer per week met behulp van een app. Zodat die je aangeeft wanneer je moet rennen en wanneer je moet stoppen. En na 8 volledige weken kon ik 35 minuten hardlopen. En toen ben ik zelf verder gegaan en kan ik nu 45 minuten achter elkaar hardlopen zonder te stoppen. En sinds ongeveer 5 à 6 maanden volg ik mijn eigen plan. Wel zit ik nog bij de diëtiste, maar ik laat me eigenlijk gewoon om de zoveel tijden wegen. En dan ja, hebben we gewoon een gesprek over hoe het gaat. Ik ben ook vegan geweest voor 1 à 2 maanden. Ik ben wel overgestapt naar vegetarisch. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik ben gaan leren om groentes te eten. Om ze verschillend te bereiden. Ik vind koken nu ook leuk en ik wilde zelfs eerst niet eens een appel en vieren snijden. Dus moet je nagaan. Maar doordat ik vegan ben gegaan, heb ik ook uitgezocht wat het lichaam nodig heeft. Zeker omdat je een tekort krijgt omdat je geen vlees eet. Maar dus ook wat mijn lichaam nodig heeft, maar ook de vitamines en andere stoffen die ik nodig heb. Daarop heb ik dus een schema bedacht dat ik per week ongeveer kan zien wat ik moet eten om de goede stoffen binnen te krijgen. En waar ik een tekort aan heb of zou kunnen krijgen, heb ik vitamines voor aangeschaft. Ik heb dat ook helemaal uitgerekend. Hoeveel milligram, hoeveel microgram ik moet hebben. Waar ik dus mee moet opletten wat gevaarlijk is als je daar te veel van binnen krijgt. Dus ik heb dat allemaal uitgerekend. Ik heb niet zo een handje pillen gekocht. Ik weet wat ik naar binnen werk. Hoe kan jij afvallen? Het allerbelangrijkste is dat je beseft dat je wil afvallen. Dat je je daar volledig voor inzet. Het kan gewoon vaak fout gaan. Maar zorg ervoor dat je dat beseft, realiseert en dat je dan de volgende dag gewoon weer verder gaat en je niet er zelf voor straft en dat je ook gewoon fouten maakt. We zijn allemaal mensen en als jij bijvoorbeeld een chippy extra eet, kom je niet meteen 10 kilo aan. Van de week had ik namelijk ook dat ik gezellig snackies ging inkopen met mijn broer en ik was van, oh ja, dan haal ik het lekker op maandag zodat ik het in het weekend op zaterdag of zondag op mijn cheat day kan eten. Nou, dezelfde middag had ik praktisch de helft opgegeten en die dag daarna had ik hetzelfde probleem. Dan kan je denken, oh, ik heb nu al 2 dagen verpest, laat ik de rest van de week het ook verpesten. Ik was van, nou, ik had er gewoon zin in, ik heb het gegeten en we gaan nu gewoon weer verder en we pakken het op. Maar als je dus bent zoals ik, koop geen snackjes op maandag als je pas zondag mag eten. Een belangrijk tip is ook weeg of maak een foto 1 keer in de 2 weken om de week, hoe vaak je dat zelf wil, om te zien dat wat je doet ook echt werkt. Want dat geeft jou ook meer motivatie om door te gaan en te denken van, oh, het is eigenlijk best wel makkelijk. Het gaat wel gewoon goed. Iets wat ook mij heel erg geholpen heeft, daar op mijn deur staat allemaal opgeschreven. Verwen jezelf gewoon wanneer je een kleine milestone hebt gehaald van 1 à 2 kilo. Het klinkt niet veel, maar uiteindelijk loopt dat dus wel op tot de aantal kilo's die jij eraf wil hebben. Wat ik dan bijvoorbeeld heb gedaan is, ik haalde een sieraad. Ik ging een piercing laten zetten. Dat is de reden waarom ik nu ook zoveel piercings heb. Nee, ik wil sowieso piercings hoor. Maar het allereerste wat ik had gehaald was hardloopschoenen. Want die had ik gewoon nodig zodat ik beter kon gaan hardlopen. Dat soort dingen of een kledingstuk of iets in die richting. Maar ga het niet associëren met eten. Dat heeft de diëtist mij in ieder geval verteld. Omdat eten dan een te belangrijke rol speelt in je leven. Dus houd bij een kledingstuk iets leuks. Een dagje weg is ook prima. Vertel je vrienden, familie, kennissen, iedereen waar je mee bezig bent. Het is heel moeilijk wanneer alleen jij weet dat je bezig bent met afvallen. En wanneer je familie of vrienden het weten, zullen ze misschien gezondere snacks voor je neerzetten. Of aan je vragen of je wat anders wil eten. In plaats van dat alleen jij het weet. En als je dan alleen maar chipjes op tafel ziet, dat je denkt van, waarom denkt niemand eraan om wat gezond te halen? Je hebt dit niet verteld. Dus deel met anderen waar je mee bezig bent. En wanneer er geen gezonde snacks zijn, ja, je kan de keuze maken om dan niks te eten en dan te wachten tot je thuis bent. Of je eet gewoon een chippy, je drinkt een drankje. Je accepteert dat je eventjes gewoon gezelligheid wilde en voor die dag dat hebt gedaan. Maar dat je het gewoon de volgende dag weer oppakt. Want het is niet erg en je moet ook genieten van het leven. Maar je moet niet elke dag zo zwaar genieten van het leven, want dan gaat het de verkeerde kant op. Iets wat alles en iedereen ook zal zeggen in het leven is, drink water. Of het eerste wat ik doe in ieder geval als ik wakker word, is 2 glazen water drinken. Het liefst met citroen, apple cider vinegar of gember. Want dit zijn allemaal middeltjes die ervoor zorgen dat je lichaam van binnenuit wordt schoongemaakt. En ik zal in de volgende video meer vertellen over apple cider vinegar en wat het allemaal met je doet. Maar drink in ieder geval 2 of 1 glas water in de ochtend. Want als je slaapt verlies je ongeveer al 0,5 liter vocht. En dat moet dus bijgevuld worden. En als dat niet gebeurt, zal je op een gegeven moment uitdrogen. Als jij niet weet hoeveel water je moet drinken, gebruik dan dit rekensommetje.
30 milliliter keer het gewicht dat je bent. En dat moet je in milliliter drinken per dag. Ik drink zelf ongeveer 2,5 liter per dag. Soms meer, soms minder. Maar ik drink op een dag ook 3 grote mokken thee. En dat komt er overheen met 2100 milliliter. Dus dan gaat het best wel snel. Nog een hele belangrijke. Verzin of zoek gezondere opties. Wanneer jij heel erg van brood houdt. Want ik ben heel erg gewend om dus brood te eten. Kwam mijn diëtiste aan met sportknip. Sportknip kan je in de meeste supermarkten wel halen. Het staat bij het verse brood. Dat is dus met minder koolhydraten, meer eiwitten en is erg stevig. Waardoor je dus ook sneller vol zit. Als je graag Red Bull of cola drinkt, vervang dat gewoon door de suikervrije variant. Of drink zoiets als Crystal Clear of 7-Up. Dat is dan ook zoet, maar suiker is dan vervangen door een andere zoetstof. Ik heb wel gehoord van mijn diëtiste dat je ook niet meer als 5 glazen per dag daarvan moet drinken. Want het is en blijft een vervangende stof en die mag je niet in een te grote hoeveelheid binnenkrijgen. Lees de labels van etenswaren. Het zal je verbazen wat er allemaal in het eten zit. Zoek naar toegevoegde suikers, die heb je gewoon niet nodig. Wanneer je ziet dat er gewoon een grote hoeveelheid suiker in zit, zoek voor een andere optie. Ook wanneer je een erg snack persoon bent, wat ik dus ook heel erg was. Hou het gewoon op 3 hoofdmaaltijden. Ook al eet je grote porties, als je maar 3 maaltijden hebt of minimale snacks zoals komkommer, een ander stuk groente wat je lekker vindt, noten. En wat ik altijd heb, als ik door de week echt ergens trekking heb, schrijf ik het gewoon op, zodat ik in het weekend weet wat ik kan kopen, waar ik zin in had en dat ik niet heb van, oh shit, vergeten. Nou, dan moet ik weer een week wachten totdat ik dat kan eten. Je hebt mensen die doen cheat meals, mensen die doen cheat days. Sommige mensen doen een paar extra's per week. Het beste is wel dat je door de week heen bijvoorbeeld hier een koekje kan doen, daar een ijsje, een koekje, weet ik het. Alleen, ik ben echt een persoon, ik doe alles of niets. Dus ik doe de hele week gezond eten en dan op zaterdag gezond alleen dan mijn avondeten. Kan ik de keuze doen om ongezond te eten. Zondag eet ik de hele dag ongezond. Dat is zeker niet iets om aan te raden. Want elke keer na die zondag heb ik gewoon buikpijn. Want ik eet echt, ik zeg ook, niet veel toegevoegde suikers. Maar ik eet Oreo's, chips, ijs, pizza. Zeg maar alles wat ik zeg dat je niet moet eten, eet ik op die dag. Maar zorg ervoor dat je iets vindt wat bij jou past. Dat je niet te veel het gevoel hebt dat je dingen niet mag eten. Maar dat je wel door hebt dat je gezond moet eten. Heb go-to maaltijden. En daar bedoel ik mee, ik heb een lijstje met maaltijden die ik zo kan doen. Die ik uit mijn hoofd ken. Weet wat voor ingrediënten ik nodig heb. Zodat wanneer je echt een dag geen zin hebt om wat te doen of moeilijk te doen, dat je dat even snel bij elkaar grijpt en dat je het maakt en het is klaar. En zeker let op veel groentes, want je kan van groenten zoveel eten zonder dat het slecht voor je wordt, maar dat je toch vol kan raken. Dus ik heb zeg maar zulke kommen die ik gewoon veel met als basis spinazie, rauwe spinazie. En dan gooi ik er letterlijk in wat ik in huis heb liggen qua groenten. Als je daar niet zo'n fan van bent of je bent überhaupt geen fan van groentes, zoek een paar groentes uit die je wel lust. En zorg ervoor dat je die op verschillende manieren kan bereiden. Zodat je toch je groentes binnenkrijgt, maar niet verveeld raakt van dezelfde smaak elke dag. Ik ben alleen wel zo'n simpel persoon. Het maakt me niet heel veel uit als ik elke dag hetzelfde eet. Een paar dagen achter elkaar eet ik ook al sperziebonen. Ik weet niet, vind sperziebonen de laatste tijd wel chill. Dus die eet ik gewoon veel. Zorg ervoor dat je dus iets vindt wat je ook chill vindt om te eten. Houd je eten bij in een app. Maar ik zou dat alleen doen wanneer jij niet gevoelig bent voor of het zien van calorieën in je eten. Je wilt graag afvallen. Je moet wel ongeveer weten hoeveel je binnenkrijgt. Maar wanneer je daar gevoelig voor bent, zou ik het niet doen. En gewoon gezond eten en de juiste keuzes maken. Maar omdat ik dat dus wel bijhoud, kan ik precies zien hoeveel koolhydraten ik binnenkrijg, eiwitten en vetten. Ik vind voor mezelf dat erg belangrijk. Maar zorg ervoor dat je genoeg vetten en eiwitten binnenkrijgt. Want die zorgen er ook voor dat je langer vol zit. Eiwitten zijn ook belangrijk voor het behouden en opbouwen van spiermassa. Ik heb gezien op de website van het voedingscentrum dat je per kilo lichaamsgewicht minimaal 0,8 gram eiwit nodig hebt om je spieren te behouden. En als je spier wil aanmaken, moet je minimaal 1,4, 1,6 gram eiwitten per lichaamsgewicht. Maar daar zijn dus heel veel discussies nog op online. Maar zorg in ieder geval dat je minimaal 0,8 gram eiwitten per lichaamsgewicht binnenkrijgt. En de laatste tip, iets wat je waarschijnlijk niet wil horen. Je moet bewegen. Ja,
je moet gewoon bewegen. Minimaal 3 tot 5 dagen per week om echt resultaat te zien. En als je niet naar een sportschool wil gaan, of je kan niet naar de sportschool gaan, of je voelt je er gewoon niet comfortabel bij, doe thuis workouts. Er zijn er genoeg online op YouTube, op Instagram die je kan volgen. Ik zelf werd daar een beetje geïrriteerd van om elke dag een nieuwe workout uit te zoeken. Dus ik heb gewoon een workout programma gekocht van iemand die ik online volg op Instagram voor 2 tientjes. En dan heb ik een 12 weken plan waarbij ik maandag, woensdag en vrijdag die workouts doe. En er staan er plaatjes bij, ook hoe vaak ik het moet doen, et cetera. Dus dan hoef je het niet meer zelf uit te rekenen. Dus als je het budget hebt om een workout schema aan te schaffen van iemand die je interessant vindt, zou ik dat wel aanraden. Maar als dat allemaal niet kan, je wil niet naar de sportschool, home workouts is niet jouw ding, zorg dat je 30 minuten per dag beweegt of gewoon een wandeling maakt. Wandelen is super gezond. Sommige mensen denken dat als je hardloopt dat je meer afvalt. Anderen zeggen weer dat als je wandelt meer afvalt. Met hardlopen verbrand je veel, met lopen verbrand je veel. Doe gewoon iets wat jij leuk vindt. Zelf doe ik dan 3 home workouts en 1 à 2 keer per week hardlopen. Deze week ben ik er ook niet aan toegekomen, maar gewoon accepteren dat het niet kan. Ik hardloop namelijk in de ochtend, mijn wekker staat om 6:10. Wanneer ik in de nacht niet kan slapen en om 3 uur nog wakker ligt, ga ik niet de volgende dag hardlopen. Dus denk aan je gezondheid en denk in ieder geval gewoon aan je lichaam en luister naar wat het nodig heeft. Ik ren ook geen 45 minuten meer achter elkaar. Ik doe 2 keer 10 minuten met daartussendoor een pauze van 3 minuten. Zodat mijn lichaam kan wennen aan het sneller hardlopen. Of in ieder geval het sneller lopen, zodat ik uiteindelijk door kan gaan naar sprinten zonder dat mijn lichaam in shock raakt. Als laatste, vind iets of iemand dat jou inspireert. Ik zelf heb daar en daar op mijn spiegel een motivatiequote geschreven, zelf bedacht. En die is: als ik er nu niet mee doorzet, hoef ik het later niet meer te doen. En die heb ik bedacht omdat ik echt iemand ben van, ja, ik wil het wel nu doen. Maar ja, ik kan ook nog gewoon even een potje gamen of ik kan ook nog eventjes op Insta scrollen. Maar je moet het gewoon nu doen, dan heb je het gedaan. Maar het kan ook een YouTuber zijn die jou inspireert om door te gaan. Het kan een jurk zijn die je altijd al hebt willen aandoen. Het kan ook je vader, je moeder zijn die heel fit is. Als je maar iets of iemand vindt die jou inspireert om door te gaan. Nou, dat waren al mijn tips. In de volgende video zou ik vertellen hoe je van het laatste beetje hardnekkig vet kan afkomen. En vooral buikvet. Door middel van intermittent fasting of gewoon vasten. En apple cider vinegar. Iets wat heel erg bekend is in Amerika en steeds ook meer onze kant op komt. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat dingetjes hebben onthouden, meegenomen, kunnen gebruiken. Als jullie videosuggesties hebben of vragen, laat die achter in de comments. Vergeet niet te liken en subscriben en dan zien jullie mij zo snel mogelijk terug. Doeg!